Op wie zit je te wachten? Ik zit te wachten op Brandon, een maatje van mij. Brandon heeft een aantal jaar geleden nogal een heftig ongeluk gehad. Dus die heeft zijn aorta gescheurd bij zijn hart, randje van de dood gelegen. Hij heeft het echt heel pittig met zijn lichamelijk herstel, hersenletsel gekregen. Daarna heb ik nog eens een keertje een ongeluk gehad. Dus van twee hele fitte jonge mannen zat ik later in die rolstoel. En kwam die bij mij langs en heeft hij voor mij kunnen zorgen. En nou wordt het tijd dat ik even voor hem er kan zijn. Wat is er gebeurd precies? Nee, ik heb 14 jaar geleden een motorongeluk gehad. Dwarslesie. Dus toen was het voor mij een heel ander leven. Ik kon helemaal niet begrijpen wat er toen was gebeurd. Ik was toen veel meer aan het knokken. En later kwam het allemaal pas dat het vanaf tepelhoogte verland was. Dat had ik toen helemaal niet door. Gelukkig misschien ook maar. Wat raakt je zo in hem? Ik denk dat we enorme levensgenieters zijn allebei. En dat kunnen we ook nog heel goed samen. En we hebben later geleerd met z'n tweeën om ook te genieten in de... of bij elkaar te kunnen zijn in de mindere periodes in het leven. Je zit hier te stralen, je maatje komt. Ben je gelukkig? Meer dan. Nou, je zit hier een heel gelukkig man voor je, ja. Ja, ik heb meer dan genoeg momenteel. Dus als ik daar anderen mee mag helpen dan... En zeker Brandon nu, die het gewoon nu echt pittiger heeft. Dat vind ik zingeving raken zo. Ja, daar word ik heel happy van. Ja. Is het nou vriendschap of is het eigenlijk gewoon liefde? Nee, het is eigenlijk gewoon liefde, al gelijk. Dat is toch het mooiste wat er is. Hey, Mr. Watson. Doing well.